toen ik denk ik 14, 15 was. Toen draaide de film Amadeus in de bioscoop en ik ging daarheen als kind. En op een gegeven moment in die film komt daar Salieri, die vertelt hoe geniaal Mozart is. En dat doet hij aan de hand van het langzame deel uit de Gran Partita, het Adagio. En nou ja, ik vond dat zo verschrikkelijk mooi. En hij vertelt, het begint met helemaal niks, alleen maar een ritme, een puls. En dan in de verte, dan hoor je die oboe. En ik dacht, oh, als ik dat toch ooit eens mag spelen. Ik vond het zo mooi. Ja, volgens mij kun je geen completer en mooier beeld van de blazers krijgen dan in die hele Gran Partita. Het is heel optimistisch. Het is ook ja, veel momenten van bezinning, zou ik haast zeggen. Om inderdaad toch even dat zondagmorgengevoel misschien bij weg te dromen. Ja, het langzame deel is gewoon hemelsmooi. Prachtig. Ja, prachtig. Ik zeg het 10 keer, maar het is ook gewoon zo verschrikkelijk mooi. En ik vind het zo gaaf dat het nu in het programma staat van het orkest. Ik vind het eigenlijk een beetje een cadeautje voor de blazers dat het gespeeld gaat worden.